Dione, gefeliciteerd. Je bent erbij. Vorig jaar zesde en nu vijfde. Ja, ik ben echt bizar blij. Ik vond het heel spannend, want het was natuurlijk aan het begin. Dus ik dacht, oké, is deze tijd genoeg? En ik wist echt niet, want ja, het niveau is bizar hoog. Dus ik had eigenlijk niet helemaal meer verwacht. Ik denk, ja, dan word ik weer zesde, zevende. Maar ja, precies vijfde, dus dat is goed genoeg. Je zei net al even, ik ging het trauma bijna herleven. Hoe spannend was het afwachten? Ja, echt heel spannend. Ik stond wel energiek bij de start. Ik dacht, ik heb er zin in. Ik wil gewoon echt vlammen. Dus ik was blij dat het eindelijk zover was. Ja, ik ben er toch heel de zomer mee bezig geweest om dit moment. En goed genoeg dus nu. Vorig jaar heb jij zelfs nog even gedacht om te stoppen met schaatsen. Maar je bent terechtgekomen bij RTC Noord, Friesland. Hoe heeft het uitgepakt voor jou? Nou ja, heel goed dus. ik ben echt heel blij met dit team ook gewoon. Het is een heel goed team. Sfeer is goed. Iedereen straalt ook trots van het team uit. En ik vind dat heel belangrijk. En ik wil daar ook heel graag in meegaan. En ik hoop dat ik dat nu ook uitstraal. En je doet het met het team. Dus ik wil ook het team bedanken. Die hebben mij hier ook weer gewoon doorheen geholpen. Dus echt geweldig om hierin te zitten. Jij hebt morgen ook nog 1000 meter. Wat verwacht je daar te kunnen? Want je zat vandaag al heel dicht bij je persoonlijke record op de 500. Ja. Dus mijn 1000 meters gaan voor nu aardig goed voor mijn gevoel. Het niveau is bizar hoog, dus ik ga me niet focussen op hoeveel ik ga worden. Ik wil gewoon vlak bij mijn PR komen, goede race rijden voor jezelf. En eigenlijk ook wel een beetje genieten van een vol 10.5.